goedemorgen. Ah, goedemorgen. En, ga je hier slapen? Ja, doe maar, joh. Beetje kort, maar krachtig. Ja, oh, was goed. Dat was lekker. Oh, we zitten. Ja. De meste nu. Ja. Komt u maar gerust mee. Alsjeblieft. Dank je. Amai. Uitgebreid buffet. Ja, we hebben ook speciale gasten, hè. Dat is uiteraard. Bij ons staat er niet veel op tafel. Het is heel basic. Beetje melk en suiker. Maar je kunt u zelf bedienen. Nadine en Yves, ze zijn heel familiaal. En dat dan is wel een stukje een contrast in het ontbijtbuffet. In de familiehotelletjes wordt vaak het ontbijt aan tafel geserveerd. Ook Robbie en Petra zijn niet echt fan van de buffetformule. Het is niet dat je lui bent van natuur, hè? Nee, maar ja, als je dat toch ergens zit, dan word ik graag bediend. Ik zal het voorbeeld geven, hè. Dan wil eerst opstaan. Lekker broodje. Brood zag er lekker uit, ja. Weet je, ik heb er graag zo'n brood waar je zelf kunt snijden. Dat is een beetje ambachtelijk, misschien een beroepsmisvorming of zo. Amai. Het ziet er allemaal lekker uit, hè? Ja. Het ontbijtbuffet was misschien wel een beetje overloaded. Er stond zeker voor 15 man aan eten op het ontbijtbuffet. Moet je wel een bruin brood hebben? Ja. Alles was aanwezig, verschillende soorten broodjes met graan. Ontbijtkoeken. Ontbijtkoeken, uitgebreid assortiment, charcuterie. Confituren. Alles was aanwezig. En een eitje op maat. Ja.